Welkom en leuk dat je weer kijkt naar golfvrouw.nl. Vandaag is het eind februari en de matchplay, de competitie, staat voor de deur. En ik heb voor jullie een opdracht. Ik wil het met jullie hebben over lichaamstaal. Nou, vaak als ik in de baan naar mijn teams ga kijken, zie ik als er een mindere bal wordt geslagen, zie ik iemand de schouders laten hangen en een beetje naar beneden kijken. Nou, en ik wil dat je gaat proberen de komende periode, als je een mindere bal slaat, dat je juist rechtop gaat staan, hoofd omhoog, en je niet laat afleiden door die mindere bal. We slaan namelijk allemaal wel eens een slechte bal. We spelen allemaal wel eens een slechte hole. Maar dat wil niet zeggen dat de wedstrijd voorbij is. Dus ik ga voor jullie een bal slaan, een wat mindere bal. Ik hoop dat ik het goed voor kan doen. Nou, die zien we helemaal afzeilen naar de rechterkant. Ik kan nu terug naar mijn tas lopen. Ja, jeetje. He, schouders naar beneden. Wil ik niet meer. Ik wil dat je gaat proberen. Je ziet die mindere bal. En wees meteen bewust van je lichaamstaal. Schouders naar achteren. Borstbeen vooruit. Hoofd omhoog. En op naar de volgende bal. Want het is nooit over voordat het over is. Ga hiermee aan de slag. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog voor deze video. Like ons op Facebook, Instagram en bezoek regelmatig onze website. En heel veel succes met de competitie.